Dames en heren, goedenavond. Van harte welkom. Fijn dat u allemaal gekomen bent. Bij Studium Generale van de Universiteit Twente. Technische Universiteit Twente staat hier, maar dat is ook prima. Veroudering vanavond. U kent het allemaal wel, denk ik. Ik ben vandaag naar de kapper gegaan en het werd toch wel weer wat dunner bovenop. Je gaat dat minder goed zien. Het wordt allemaal wat stijver hier en daar. Het vel gaat misschien wat rimpelen. Je vergeet wel eens wat. Nou ja, dat zijn allemaal van die dingen. Voordeel van verouderen is wel dat het meestal meer wijsheid oplevert. Zeker als u bij Studium Generale komt. Goed. Koos Jaspers, dokter Koos Jaspers, is onze gast van vanavond. Hij is van huis uit chemicus en specialiseerde zich daarna in DNA-analyse. En hij, tijdens het eten zei hij dat hij een soort DNA-reparatieman is. Dus hij kan goed DNA in kaart brengen, kijken wat er aan schort en dat eventueel repareren. Hij doet onderzoek naar veroudering op moleculair niveau. Is verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. En schreef ook een heel mooi essay over deze thematiek, tussen hype en hoop. Biomedische ontwikkelingen en hun impact op de gezondheidszorg. Hij heeft ook een hele mooie titel bedacht voor vanavond. Lang leven en jeugdig sterven. Mag ik een applaus voor Koos Jaspers? Goedenavond. Hij werkt, hè? Ja. Ja. De titel Lang leven en jeugdig sterven, dat willen wij allemaal. Je wil het liefst tenminste. Goed. Lang leven en jeugdig sterven. Ik wil dit zeggen, dat is eigenlijk als wij willen doen wat de maatschappij ons de neiging heeft op te dringen. Dan willen wij natuurlijk het liefst strak en glad blijven tot op hoge leeftijd. En dan zonder enige lichamelijke problemen van het ene moment op het andere neervallen. Dat zouden wij het liefst willen. Hè? Jong blijven tot het bittere eind. En het eind mag niet bitter zijn. Het is wel een beetje zielig voor de nabestaanden natuurlijk. Maar dat is eigenlijk wat het liefste zouden we willen. Hè? En nou, daar wou ik het dan eigenlijk over hebben. Van, zijn daar mogelijkheden in die richting? En dan moet je natuurlijk eerst even gaan kijken naar het verschijnsel veroudering. Want ik wil het vanavond hebben over veroudering. En veroudering is niet hetzelfde als de oude mens. En ik hoop dat nog even uit te leggen. Dus laten we maar beginnen gewoon. Ik kom dus uit Rotterdam. Wij wonen heel ver van Twente af. Dus, maar ja, ik vond het wel een mooi plaatje eigenlijk. Goed. Het begint allemaal met de belofte. En als u het genoegen heeft gesmaakt, en ik denk dat het bij velen van u het geval is, dat je een kind hebt mogen krijgen en grootbrengen, dan is dit toch een heel mooi moment. Kan het licht een beetje minder, want ik heb allemaal donkere achtergrond hier. En u weet allemaal hoe dat is bij de geboorte. Als er dan zo'n kind komt, dat is een heel bijzondere gebeurtenis. Dat is net koninklijk bezoek. Daar word je eigenlijk altijd heel stil van. En dan kijk je naar zo'n kind en dan zie je die kleine vingertjes en alles zit erop en eraan. Nou ja, dat is gewoon fantastisch. En dat moet u herkennen, dat gevoel dat je dan denkt van jongen, wat gaat dit worden? En dat noem ik dan de belofte. En dat weet je natuurlijk helemaal niet. Je weet niks. En het enige wat je dan maar kan voornemen als ouders, is dat je kan zeggen, nou, we gaan er alles voor doen. Dat kind kan worden wat het worden moet, ook al weet je niet wat het is. Nou, en dat is natuurlijk de werkelijkheid. Dat iedereen anders is, enzovoorts. En dat het allemaal heel uniek is en onvoorspelbaar. Maar als je nu gaat kijken naar het lichamelijke vlak, en dat is eigenlijk het minst belangrijke van het leven, dat weten we natuurlijk allemaal wel, maar ja, dat geven we niet allemaal toe. En we houden ons vanavond dus met het lichamelijke vlak bezig, dan ligt dat ietsje anders. Want dan is dat toch wel een stukje voorspelbaarder. En dan krijg je dus dit idee, hè? Het begint allemaal mooi en dan is er altijd wel een mooie spreuk. Hè? The sun setting is no less beautiful than the sun rising. Hè? Maar dat is prachtig natuurlijk, maar dat gelooft natuurlijk niemand. Hè? Want ja, die eerste twee, dat meisje en die jonge dame ziet er toch veel aantrekkelijker uit dan die twee rechts, tenminste. Nou ja, denk het wel. Ja, mag me niet zeggen natuurlijk. Maar
Maar in ieder geval, het bijzondere is dat je dus ziet dat er een ontwikkeling is. Hè? En dat is het bijzondere. Dus je begint klein en je eindigt groot en er zit een ontwikkeling in. En die ontwikkeling, daar zit op het lichamelijk niveau zitten daar hele kenmerken in. Dat is best behoorlijk geprogrammeerd. Het feit dat je van iemand, van u en van u en van u, ongeveer binnen 5 jaar kan zeggen hoe oud iemand is. Dat geeft ook al aan hoe binnen vrij nauwe grenzen die ontwikkeling plaatsvindt. En nou, uiteindelijk hebben we dan hier de uiterste, waar het, hoe dat dan van jong naar oud gaat. En goed, het gaat dus over ontwikkeling. En nou, waar ik het over had, is die belofte. En die belofte, dat belofte is per definitie iets wat tussen het heden, als een kind geboren wordt, en de toekomst ligt. Dat is de belofte. En wat is die belofte in lichamelijke zin dan? Nou, dat is dat het eerst allemaal strak en glad is. En dat verandert, dat de veroudering wordt. Nou, en de wetenschap die zich bezighoudt met de veroudering, die heet de gerontologie. Dat is dus niet hetzelfde als de geriatrie. De geriatrie houdt zich bezig met oude mensen. En de gerontologie houdt zich bezig met veroudering. En dames en heren, veroudering begint al heel snel. Die begint tussen je 20ste en je 30ste al. En in sommige organen zelfs al op 7-jarige leeftijd. Je ogen gaan vanaf 7 jaar al achteruit. En we weten allemaal dat er weinig topsporters zijn die boven de 30 nog heel goed kunnen presteren. Dus de veroudering begint het al vrij vlot te winnen van de jeugd. Dat begint al vrij snel. En dat hele proces van veroudering, dat heeft mij altijd al geïntrigeerd hoe dat nou tot stand komt. Waar komt dat vandaan? Het idee is natuurlijk dat het een kwestie is van, nou ja, alles slijt en alles gaat kapot. En dat is het dus niet. En ik hoop dat ik u daarmee mee naar huis kan sturen vanavond. Dat als het iets is, dat in elk geval niet. Goed, nou, dat heden, hoe het dan nu is met je lichaam, daar houdt dan de medicus zich mee bezig. Hè? Als er iets niet lekker is, je bent ziek of weet ik veel wat, ga je naar de dokter toe, medische bioloog. En hoe het nou in het verleden zat, met andere woorden, hoe je als één celletje begonnen bent en je gaat nu naar baby toe, daar houdt de ontwikkelingsbiologie zich mee bezig, embryologie ook. En dan als je nog verder terug gaat, dan hebben we de evolutiebiologie. Nou, ik ben nooit als gerontoloog opgeleid, ik ben begonnen als chemicus en van daaruit in de genetica terechtgekomen. En vanuit die genetica zijn we eigenlijk op dat probleem veroudering gestoten. We hebben er niet naar gezocht, het is gekomen. Nou, wat voor theorieën zijn er over veroudering? Nou, het is heel interessant. Er zijn in het verleden heel veel theorieën over geweest. Er is een theorie dat het kwam door de verkorting van de uiteinden van de chromosomen, de telomeren. Dat lees je nog steeds in de kranten. En dat is het dus niet, dames en heren. Wat de kranten ook schrijven, dat is het niet. Dan is er iets geschreven over hyperactieve radicalen. Dat zouden reactieve moleculen zijn die in je lichaam voorkomen. En die maken alles kapot. En hoe meer je daarvan hebt, hoe harder je oud wordt. En als je daar minder van hebt, dan word je minder hard oud. Er is een immunologische theorie dat je immuunsysteem het geleidelijk gaat begeven. Er is een hormonale theorie die zegt dat het hormonaal geregeld is, ouder worden. Er is een ontwikkelingstheorie die zegt dat het een programma is, wordt afgedraaid. En dat is tot op zekere hoogte wel juist. Want het is natuurlijk ook keurig ingeprogrammeerd dat je zo nou, rond je 50ste, 45ste bijvoorbeeld in de menopauze gaat. Dat is toch keurig. Dat gaat vrij gecontroleerd en allemaal op dezelfde leeftijd zo'n beetje. Je zou denken dat het een van tevoren vastgesteld programma is. En er zijn dus heel veel theorieën die zeggen dat dat met veroudering ook zo is. En dan is er nog een DNA-schadetheorie die vroeger dacht van nou, we krijgen steeds meer DNA-schade en dan gaan al die genen kapot. En dan gaan die genen die coderen dan voor slechte eiwitten en dan zijn die eiwitten slecht en dan lukt er niks meer. Dat was de oude gedachte van de DNA-schadetheorie. En er zijn er nog wel een paar meer die ik dan maar niet ga noemen. Nou, dat zijn allemaal hele verschillende theorieën en ik hoop u vanavond te laten zien dat die allemaal wel een beetje gelijk hebben en toch ook weer niet. Maar dat best in een groot beeld samen te vatten is. Nou, omdat ik een DNA-man ben, moet ik gewoon beginnen met gewoon wat basisdingen. Nu weet u, nou ja, DNA weet u allemaal, dat zit in je chromosomen en daar zitten de genen op. En die genen die coderen voor eiwitten. En als dit nou het DNA is, dat zit hier. Dan dat DNA wat in uw cel zit, dat doet niks. Ook daarvan
denkt u niet in de kranten, als er staat, uw DNA doet dit of dat. DNA doet niks, er wordt iets mee gedaan. DNA ligt daar en er worden twee dingen mee gedaan, eigenlijk niet meer. En het ene wat er mee gedaan wordt, is dat het wordt overgeschreven. Die genen die op dat DNA liggen, die moeten in de kern van de cel blijven, want dat is kostbaar. En dat doe je met een bijzonder boek in de bibliotheek ook. Je laat het boek liggen, je maakt er een kopietje van, het kopietje neem je mee naar huis. Dat kostbaar boek, dat laat je in de kern liggen. En dat gebeurt ook. En er wordt dus een kopietje gemaakt van zo'n gen. En dat heet transcriptie. En dan krijg je een RNA-molecuul. En dat RNA-molecuul gaat van de kern naar het cytoplasma. Dat mag meegenomen worden. Dat is portable, zal ik maar zeggen. En dat hoeft ook niet zo lang te bestaan. Dat mag na verloop van tijd weer afgebroken worden. Daar springt de cel ook niet zo zuinig mee om. En zo'n RNA-molecuul, dat kan dan worden omgezet in een eiwit. En dat verschijnsel heet translatie, vertaling eigenlijk. Een DNA-code wordt omgezet in een eiwitcode. En die eiwitten met z'n allen, die kunnen van alles zijn. Dat kunnen eiwitten zijn die onze structuur uitmaken. Bijvoorbeeld collageen, je spieren. Maar ook enzymen die allerlei functies uitoefenen. Je eiwitten maken het lichaam eigenlijk. Dat zijn de doenetjes eigenlijk in het lichaam. Dat is het ene wat met DNA moet gebeuren. Het moet dus worden afgelezen. En het tweede wat er met DNA moet gebeuren is dat het verdubbeld moet worden. Als we één cel hebben met DNA, die cel moet delen. En dan moet dat DNA verdubbeld worden en graag nauwkeurig en precies. En dat verschijnsel noemen we replicatie. Dus onthoud die term even, transcriptie en replicatie. Replicatie is dat je dus DNA verdubbelt en dat je van DNA nieuw DNA maakt. En nou, dat kan dan vervolgens, als de celdeling die erachteraan komt, keurig over twee cellen verdeeld worden. En dan hebben we een nieuwe cel. Goed. Dus die termen transcriptie en replicatie moet u even onthouden. Die gaan regelmatig terugkomen. Nou, en ik weet niet of er nu nog wat komt. Ja. Nou, die omgeving, die eiwitten van je lichaam, die communiceren met de omgeving. Die eiwitten die kunnen de omgeving waarnemen. Dat kunnen receptoren zijn die druk of die chemische dingen kunnen waarnemen, licht kunnen waarnemen in je ogen. En die eiwitten die zorgen ervoor dat wat er van de omgeving eigenlijk komt, dat het wordt waargenomen en dat daar iets mee gedaan wordt in het lichaam. Dus die communiceren met de omgeving. Aan de andere kant heeft de omgeving, nou, als het allemaal niet wil, ja, heeft die omgeving ook invloed op DNA. De DNA, dat wil je natuurlijk heel netjes intact houden, want dat is de bron van alle informatie. En daar ligt een probleem. Want van buitenaf kunnen er invloeden zijn die je DNA beschadigen. Dat kan van buitenaf komen, bijvoorbeeld straling. En de bekendste vorm van straling, dat weet u allemaal wel, is radioactieve straling. Tsjernobyl, kernbommen, röntgenstraling, die de dokter je toedient. Als hij een fotootje van je wil maken. Maar ook als je kankertherapie krijgt, krijg je wat meer. Nou, dat beschadigt DNA. En daarom werkt het ook, want die kankercellen kunnen daar niet tegen en dan gaat hun DNA stuk. Het bekendste is wel ultraviolet licht uit de zon. En dat beschadigt onze DNA enorm. En de huid is natuurlijk ons allergrootste orgaan, want we hebben een dagje strand. Dat veroorzaakt een aanzienlijke hoeveelheid DNA-schade. Zo'n 100.000, 150.000 schades per cel. Dat is niet weinig. Nou, chemicaliën. De stofjes die wij bekend vinden, waarvan we weten dat het kankerverwekkende stoffen zijn. Kraakt dat ding toch? Ja. Zo beter, ja. Dat kankerverwekkende stoffen zijn. Nou, 80% daarvan zijn er ook stofjes die DNA beschadigen. Maar er kan ook van binnenuit wat gebeuren. En dat is eigenlijk nog belangrijker. En dat bijvoorbeeld bij de replicatie, dat moet heel nauwkeurig gebeuren, maar er gebeuren al wel wat foutjes. Voor de rest zijn er bijproducten van de stofwisseling die chemisch reactief zijn en met de DNA kunnen reageren. Dus de DNA kunnen veranderen. En dat willen we natuurlijk niet. Dus die kunnen DNA-schade veroorzaken. En DNA van zichzelf is ook wat instabiliteit. Er kunnen hier en daar gaatjes in vallen. Dat is niet veel. Het is allemaal niet van een hartstikke stabiel molecuul. Maar als je alles bij elkaar optelt, loopt dat toch nog behoorlijk op. En dan hebben we ook nog die reactieve oxiderende stoffen. En die moet u even onthouden. ROS, kort ik dat af. En die komen vrij bij je normale verbrandingsmetabolisme. Als je dus je moleculen verbrandt,
en opstookt, dan komt daar energie bij vrij. En bij die energie komen tegelijkertijd kleine moleculen vrij die een beetje op zuurstof lijken. En dat zijn dan zogenaamde reactieve radicalen. Ik noem ze hier ROS, reactieve activerende stof. En die komen gewoon vrij, daar kun je niks aan doen. Die komen bij je stofwisseling komen die vrij. En die beschadigen, kunnen ook je DNA beschadigen. Dat komt van binnenuit, kun je niks aan doen. Van die externe dingen kun je natuurlijk wel wat aan doen. Maar wat van binnenuit kun je niks aan doen. En alles bij elkaar is dit per cel per dag, nou pak weg, 10, 20, 30.000 schades. En die moeten dus opgeruimd worden. Nou, hier heb je bijvoorbeeld, wat voor schades kunnen dat allemaal zijn? Dit is dan zo'n DNA-molecuul. U weet dat wel, zo'n dubbele helix. En dan hebben we hier twee van die dingen zo getekend. En wat kun je nou krijgen? Nou, als je nou bijvoorbeeld in het zonnetje ligt, dan krijg je dit soort dingen. Dan zitten er twee van die bases naast elkaar. Die heten dan thymine in dit geval. En die kunnen dan op een extra manier aan elkaar zitten. Die horen eigenlijk alleen maar daar en daar vast te zitten, maar die gaan dan ook aan elkaar vastzitten. En dat kan op verschillende manieren. En dan heb je verschillende producten, verschillende schades. De een is erger dan de ander, maar die krijg je dus door zonlicht. En waarom zijn die nou vervelend? Nou, die zijn vervelend omdat je transcriptie dan niet meer goed werkt en je replicatie niet meer goed werkt. Dus die storen de boel enorm. Dat geldt voor alle schades. Er kunnen ook breuken optreden. Bijvoorbeeld hier in een enkele keten. Soms zelfs breuken in twee ketens tegelijk. Dat noemen ze een dubbele ketenbreuk. Dat is nog erger. Je kunt ook, zoals hier, een kruisverbinding hebben tussen twee van die ketens. Nou, dat is heel vervelend, want dan kun je die twee ketens niet meer naar elkaar krijgen. En dan kun je ze ook niet aflezen. Dat noemen ze een crosslink, een kruisverbinding. Nou, hier heb je dan nog wat meer van die dingen die kunnen gebeuren. Chemische stoffen die verbindingen aan kunnen gaan. Of die oxiderende stoffen die basen, die G en die T en die C, een beetje kunnen veranderen. En hier heb je daar een voorbeeld van. Nou, dat soort schades, dat zijn er heel stel. En ik noem er hier maar een paar. Tientallen, honderd verschillende schades. En een heleboel van die schades hebben dan ook allemaal hun eigen reparatiemechanisme. En daar was ik als onderzoeker altijd in geïnteresseerd, in die DNA-replicatiemechanismen. En daar zou ik natuurlijk de hele avond over willen vertellen. Maar dat mag ik niet, dus dat doe ik maar niet. Maar die gevolgen van DNA-schade zijn dus wel vervelend. Die schade die geven dus problemen bij de transcriptie. Je kunt de genen niet meer goed aflezen. Die dingen zijn dus echt een blokkade. Replicatie geldt dat ook. En die verstoren dus de celdeling en de celfunctie. En als dat te gortig wordt, gaan die cellen dood. En als het een klein beetje is, dan komen er veranderingen in het DNA. En die veranderingen worden mutaties genoemd. En die mutaties liggen dan weer aan de grondslag van kanker. Vooral. Kanker is een zaak van veranderde genen. En als je daar maar genoeg veranderde genen hebt, dan ontstaat er wel kanker. Dat klinkt wel heel simpel, maar zo simpel is het ook eigenlijk. Die mutaties die kun je natuurlijk ook in je voortplantingsorganen krijgen. En dan kunnen ze doorgegeven worden aan volgende generaties. En daar is waar men zich natuurlijk vooral heel erg druk over gemaakt heeft bij atoombommen en kernrampen. En dat is overigens erg meegevallen. Dat risico bestaat wel. Nou, wat dus het lichaam probeert, en alle cellen hebben dat, die hebben van die reparatiemechanismen. Dat is een heel netwerk van verschillende reparatiemechanismes. En zoals ik zei, daar zou ik een hele avond over kunnen vertellen, of drie of vijf avonden, maar dat gaan we niet doen. Maar die zorgen ervoor dat die cel dus weer gerepareerd wordt. En dat is maar goed ook. Dus wat doen we tegen schade? De eerste strategie is afscherming. Nou, bijvoorbeeld bij zonlicht. Je ziet dat je huid bruin wordt. En dan wordt er een soort kapje pigment over het cel heen gelegd. Waardoor die beschermd wordt tegen zonlicht. We hebben ook tegen die ROS. Maakt het lichaam bepaalde moleculen. Die radical scavengers worden genoemd. Zal ik in het Nederlands vertalen met radicaalvangers. En die zorgen dus voor dat die radicalen worden geïnactiveerd nog voordat ze het DNA kunnen beschadigen. Dus dat is wat elke veiligheidsman je altijd vertellen. Aanpakken bij de bron. Dat werkt het beste. En dat gebeurt in het lichaam ook. Maar dat is nooit 100% afdoende. Dus je hebt ook reparatiemechanismes nodig. Nou, en er zijn zo een aantal van die reparatiesets. Dat zijn dus een setje van verschillende enzymen die dat samen dan doen. En die kunnen dan een bepaald soort schade eruit werken. En dat zit allemaal heel ingewikkeld in elkaar. En dat was het onderwerp waar ik altijd aan gewerkt heb. En nou, daar zal ik er eentje van nemen en dan gaan we daarmee verder. Nou,
Er is nog een andere strategie en dat is dat we de celdeling tijdelijk even stilzetten. Voordat de cel gaat delen en misschien mutaties gaat maken, gaan we wachten even met de celdeling en we gaan eerst even repareren. En voordat het gevaarlijk wordt. En daarom treden er ook mechanismes op en dat noemen ze checkpoints. Die zeggen van, hé, er is schade, dat detecteert het. Even rustig gaan, de boel even stilzetten en dan wachten tot het voorbij is. En nou, al die verschillende mechanismes en die checkpoints en die reparaties, die zitten in een netwerk. Dus die beïnvloeden elkaar een beetje. Dus wij delen ze wel op in aparte dingen, maar ze beïnvloeden elkaar echt een beetje. Ik ga er eentje uitpikken. En eentje die over het herstel van zonlicht gaat. En nou, dit is het allereenvoudigste schemaatje wat ik kan weergeven. En zo'n dubbele lijn, dat is dan het DNA-molecuul. Die heb ik hier niet getekend als een helix, maar gewoon als twee lijntjes. Dat zijn die twee strengen van het DNA. Nou, als er zonlicht op komt, dan wordt er in een van die strengen schade gemaakt. En wat het reparatiemechanisme nou doet, is dat er links en rechts van die schade wordt een knipje gemaakt. En dat wordt eruit gesneden. Maar dan hebben we deze keten nog over. Hè? En die kunnen we opvullen. Want u weet dat die twee ketens van het DNA, die vullen elkaar aan. Hè? De een is het complement van de ander. Hè? Dus als ik die ene keten nog over heb, dan kan ik die met de informatie gewoon weer opvullen en netjes maken. En daarom heet dit excisiereparatie, uitsnijdreparatie. Dus lijkt heel veel op een chirurgisch proces, of zoals ze wilden, een loodgieter. En zo gaat het in feite. Dit is schematisch. In werkelijkheid gaat het natuurlijk veel ingewikkelder. En dat wil ik u ook toch niet onthouden. Hè? En ook dat is alweer een vreselijke simplificatie. Hier hebben we nog eens een keertje de DNA-molecuul. Nu heb ik het als een trapje getekend. En hebben we hier weer die schade. En, nou, en wat je dan moet hebben, als je een DNA-reparatiemolecuul wil hebben, dan moet er altijd eerst iets zijn wat de schade kan herkennen. En dat zijn speciale moleculen. En die heet hier XPC. U ziet het hier. En die hebben allemaal namen, die hoeft u niet te onthouden. Zeker niet. En hier XPE ziet u hier staan. Nou, die zitten dan vaak, met werken die in groepjes van drie weer. En nou, die hebben de eigenschap om die schade te herkennen. En herkennen, dat wil zeggen van, ik zie jou en ik ga er bovenop zitten. Dat is in moleculaire termen is dat herkennen, binden eraan dus. Nou, en als dat gebeurt, dan gebeurt er iets met dat XPC-eiwit, die begint dan andere dingen te doen en die trekt dan weer andere moleculen aan. En dan komt er een hele grote groep van moleculen, een complex van 10, 12 moleculen, eiwitmoleculen komt eraan die allemaal wat verschillends doen. En wat ze eigenlijk doen, is eigenlijk simpel, wat je altijd moet doen als je iets wil repareren, dat je de boel eromheen vrij moet maken. En dat gebeurt ook. Die DNA-keten wordt uit elkaar getrokken. En dan kan die reparatiemachinerie aan de gang. En dan komen er twee enzymen. En één enzym dat heet ERCC1. En dat knipt aan de linkerkant. En het andere heet XPG. En dat knipt aan de rechterkant van die schade. En dan wordt dus dit stukje eruit geknipt. En dan komen de gewone enzymen die ook voor onze verdubbeling zorgen. De polymerisatie-enzymen, de replicatie-enzymen. En die maken dan de boel weer dicht. En dan hebben we nog een gaatje over. En dat is een enzym die dat ook weer doet, ligase. En alles bij elkaar heb je dan een stuk van 35 eiwitten nodig. Minimaal om dat voor elkaar te krijgen. En dat is waarschijnlijk de helft van wat we weten. Er zijn er waarschijnlijk nog een keer zoveel. Maar die hebben we nog niet goed in kaart gebracht. Maar dit is al voldoende om al vrij aardig te weten hoe het werkt. En daar heb ik me eigenlijk mee bezig gehouden om dit hele proces te ontrafelen. Maar het is nog iets ingewikkelder. Altijd is alles altijd veel ingewikkelder. Ik heb dus nu voorgesteld dat er dus een eiwitmoleculetje is, wat dus die DNA-schade kan herkennen. En die zwerft dan door de cel. En als hij een DNA-schade ziet, hup, gaat hij erop zitten. En dan zet hij dus dat reparatieproces in gang. Dat gebeurt ook en dat noemen we globaal herstel. Hè? Dat kan overal in het hele DNA kan het zien. Maar niet alle DNA wordt overgeschreven. We gebruiken nooit het hele DNA. Bijvoorbeeld in je spieren gebruik je de ooggenen niet en in je oog gebruik je de spiergenen niet. Dus een klein gedeelte van het DNA in elke cel wordt maar overgeschreven. En bij het overschrijven heb je nou juist ontzettend veel last van die schade. En dat zou je eigenlijk het allereerste willen repareren. Nou, en dat gebeurt met het zogenaamde transcriptiegekoppelde excisieherstel. Stel zich voor, we hebben dat enzym. Dat RNA-polymerase, wat de transcriptie moet doen. En dat blijft op zo'n schade, loopt die vast. Hier gebeurt dat. En dan kan hij niet verder.
En het feit dat hij niet verder kan, dat wordt herkend door een bepaald enzym, dat heet CSB, doet er niet toe. En samen met een ander molecuul, CSA, trekt hij dan deze repairmachinerie weer aan, deze reparatiemachinerie. En dat betekent dus dat, en wat ervoor zorgt, dat diegenen die nu actief worden overgeschreven, dat die voorrang krijgen. En dat noemen we transcriptiegekoppelde cel, dat is handig. Want de meeste cellen van ons lichaam die delen niet. Dus dan hoef je eigenlijk alleen maar degene die wordt overgeschreven, en dat is maar een tiende van alle DNA, hoef je te repareren. Ingewikkelder wordt het niet. Nou, hoe weet je nou hoe belangrijk dat is? Nou, en in de genetica betekent het altijd, als je wil weten wat het effect van iets is, dan ga je op zoek naar patiënten met een erfelijke afwijking die iets niet kunnen. Een defect erin. En dan kun je zien wat er gebeurt als je dat proces niet hebt. En die bestaan voor dit herstelproces bestaan die patiënten. En die hebben een hele zeldzame ziekte. Ze zijn gelukkig heel zeldzaam. Paren op elke miljoen geboortes. Keer of 3, 4 of zo. Dus er wordt er in Nederland geloof ik van elke ziekte eentje per jaar geboren of zo. Dus echt heel zeldzaam. Maar voor de wetenschap buitengewoon interessant. En die ziektes die heet ik xeroderma pigmentosum. En de ziekte van het syndroom van Cockayne. En dan ga ik even uitleggen wat er nou gebeurt, hè, als je dat niet hebt. Nou, hier heb je zo'n patiënt. En die hebben dus een probleem met dat uitsnijdherstel, dat excisieherstel. En wat kunnen ze dus niet repareren? De schade van zonlicht. Want daar ging het om, hè, in dit geval. Het gevolg is dat ze extreem gevoelig voor zonlicht zijn. En dat ze een hele droge, gepigmenteerde huid hebben. En ze krijgen een enorme grote kans op kanker. Eigenlijk 2000 keer meer. Dat wil zeggen, huidkanker is al niet zo, komt al niet zo vaak voor. Hè? Maar ze krijgen dat op je hele jonge leeftijd al. Als ze in de zon zitten. Het is zeldzaam, zoals ik al zei. En de oorzaak is dus dat reparatiedefect. En er kunnen wel 8 verschillende genen defect zijn. In elke patiënt is dat weer anders. Hè? En dat komt, dat heeft u natuurlijk gezien. Er zijn een heleboel van die verschillende eiwitten die samen dat reparatieproces verzorgen. En een defect in een van die eiwitten is al genoeg dat de hele boel niet meer loopt. Ja. En die genen noemen we dan XPA, XPB enzovoort tot en met XPG. En daar komen dus die X en die P vandaan. Xeroderma pigmentosum. Hier ziet u de hand van, nou u zou denken dat dat een hand van een stokoud persoon is. Die heel vreselijk veel in de zon heeft gelegen, altijd op het land heeft gewerkt. Maar dit is dus de hand van zo'n patiëntje. Van 5 jaar oud. Die niet voldoende uit de zon is gebleven. En dan ziet dat er zo uit. Hier ziet u het gezicht. Je ziet dat kapot gaat allemaal. Nou, dat is een ernstige ziekte. En die kinderen, wat moet je daar nou aan doen? Nou, vooral die kanker bestrijden natuurlijk. En nou ja, de beste manier is natuurlijk preventie. Natuurlijk moet je ze regelmatig controleren. Ze moeten om de zoveel tijd naar de huidarts. En die moeten dan goed kijken of er kanker zit. Dan moeten er dan uitgesneden worden enzovoort. Maar wat je natuurlijk moet doen is beschermen tegen zonlicht. Heel erg strikt. Ze verbranden al bij bijvoorbeeld de hemel. En dan moet je dus heel strikt afschermen. Nou, daar hebben ze. Als je dat niet doet, hier zien we een jongetje uit Turkije. Jaren geleden, want het komt nooit meer voor, maar die was verwaarloosd en was niet in de gaten gehouden. En die is gewoon in het zonnetje door rond gaan lopen en dan zie je dus wat er gebeurt. Die kankers die komen natuurlijk vooral op de handen en het gezicht, want dat wordt aan de zon blootgesteld. En hier zie je dus wat er gebeurt als je dat niet goed in de gaten houdt en je probeert dat iedere keer met chirurgie op te lossen. Dus die tumor weg te snijden, op een bepaald ogenblik houdt het op. Want er komen zoveel tumoren, dan heb je gewoon geen huid genoeg meer om weg te snijden. En dat is bij dit Japanse jongetje gebeurd. Beschermen dus. Nou, dan hebben we hulp gekregen van de ruimtevaarttechnologie. En de NASA heeft dit pak ontwikkeld. Fantastisch, helemaal UV, helemaal UV-dicht. Maar ja, het is, dat zijn geen pedagogen geweest, geen kindvriendelijke technici, denk ik. En dan ga je natuurlijk als kind niet meer lopen, maar dat werkt wel. En het is heel benauwd, maar het beschermt heel goed. En het is wel efficiënt. Ze gaan daar dus mee naar buiten en dan kunnen ze van hun huis naar de school komen natuurlijk. En die school moet dan natuurlijk ook weer voorzien zijn van ramen met een UV-filter. En de auto waarin ze rijden moet voorzien zijn van een ramen met UV-filter. En het is een ontzettend gedoe, maar dat kan. In een beschaafde wereld kan het. Hier hebben we Alex. Alex is op deze foto 9 jaar, die komt uit Engeland. Ik ken Alex goed. Ik ken zijn moeder goed. Wetenschappelijk natuurlijk alleen. En
Die heeft een ander dingetje. Dat is ontworpen door de ESA. Een soort plastic wat UV niet doorlaat. En al die kinderen, dus scleroderma kinderen, hebben allemaal zo'n masker. En die zijn, dat is homemade. Want het is natuurlijk bij die zeldzame ziekte is echt geen firma die zich daarvoor gaat interesseren. Dus er gaan rond de patiënten gaan naaipatronen rond hoe je zo'n ding kan maken. En zoals in een normaal huishouden er overal popjes en knuffelbeesten rondslingeren, heb je in een xeroderma gezin slingeren er overal van die maskers rond. Die kinderen mogen dus absoluut niet naar buiten. En als ze naar buiten gaan, driedubbel en dwars, factor 60 op de huid en dikke kleding aan enzovoort enzovoort. En die ouders die hebben dan ook zo'n UV-metertje, die gaan eerst even kijken of de kinderen wel naar buiten mogen. Als het bewolkt is. Het is te doen. En als je het goed doet, dan zie je hier naar Alex. Alex is van het begin af aan heel goed beschermd. Je moet kijken wat een huidje hier heeft. Mooi. Hè? Dus het kan. Xeroderma. Daar ga ik het niet over hebben. Cocaïne syndroom is interessanter. Voor vanavond dan. Nou, die hebben dat ook. Die hebben ook gevoeligheid voor licht. Maar die hebben nog veel meer. Die willen niet groeien. Die hebben neurologische problemen. Dus een zenuwstelsel begeeft het een ontwikkeling. En het belangrijkste, en daar gaat het nu even om, ze verouderen versneld. En degenen die daar een probleem vormen, dat zijn diegenen die betrokken zijn bij dat transcriptiegeschoppelherstel. Dus die tweede tak, die dus nou juist niet dat globale herstel doet, maar dat herstel wat direct moet. Deze patiënten krijgen eigenlijk nooit huidkanker, maar die verouderen heel snel. En ik heb hier een plaatje uit het fotoalbum van de vader van Baptiste. Die komt uit Frankrijk. En dat is een cocaïnepatiëntje. En daar kunt u een beetje zien. Want ik kan natuurlijk wel allerlei medische termen gaan noemen. Maar hier in deze plaatjes kunt u goed zien wat versnelde veroudering inhoudt. Je ziet u Baptiste op zijn tweede jaar. Eigenlijk nog niet zoveel aan de hand. Derde jaar. Nou ja, je ziet al dat het niet helemaal lekker is. Neurologisch. Hier is hij 7. Er zit helaas 4 jaar tussen. Nou, je ziet zijn ogen gaan achteruit. En hij wordt een beetje slapjes. Zijn spieren willen niet meer goed. Hij coördineert niet meer goed. Hier is hij een jaar later. Wordt hij ook mager. Valt in. Nou, hier is hij weer een jaar later. En hier is hij 10. En hij zit hier samen met zijn zusje van 11. Dat zusje is 11. Dat is een jaar ouder. Dit is 10 is een halfjaartje voordat hij overleden is. Je ziet dat het heel klein jongetje, heel licht. En je ziet gewoon dat hij eigenlijk hier al een oud mannetje is op zijn 10e. Nou, als we dan medisch gaan onderzoeken, dan blijken er een heleboel andere verschijnselen zijn die daarmee overeenkomen, die allemaal te maken hebben met veroudering. Dit kindje veroudert dus ontzettend snel. Die doet wat wij doen, doet hij in 10 jaar. En daarom gaat hij ook zo gauw dood. De medici die hadden dat eigenlijk nog helemaal niet zo door. Maar door ons onderzoek hebben we hun blik geopend en hebben gezegd van ja, maar joh, dit is eigenlijk veroudering. Dit is niet zomaar zenuwdegeneratie of zo. Er zijn verschillende vormen. De een is altijd weer ernstiger dan de ander, zal ik het niet over hebben. Dit is de gemiddelde vorm. De meeste cocaïnepatiënten zijn zo. Ik ben pas weer bij zo'n oude patiëntenvereniging geweest. In Engeland was dat. Er waren er 60 van die patiënten. Die komen dan uit 15 verschillende landen vandaan. En die ouders die helpen elkaar dan met allerlei tips. En het bijzondere van deze kinderen is dat ze niet alleen versneld verouderen, dat ze ook allemaal buitengewoon lief zijn. Dat zijn buiten zeer aimabele kindertjes. Je wordt er echt acuut gek op. Dat hebben ze allemaal. Hoe dat samenhangt met één zo'n gen, CSB of CSA, dat je daar aimabel van kan worden, dat is dan nog een ander probleem. Maar als je het niet hebt, in ieder geval, dan ontstaat er dit. Nou ja, dat kun je aan deze kindertjes natuurlijk niet goed bestuderen. Want kinderen, ja, die worden niet oud. Er zijn er veel te weinig van. Daar kun je geen experimenten mee doen. Wij zouden dat liever natuurlijk in muizen willen nabouwen. Want in muizen kunnen we veel proeven mee doen. Grote aantallen. Die leven korter. En dan kunnen we fokken. En daar kunnen we, die technologie hebben we tegenwoordig, kunnen we bepaalde genen uitschakelen. En dan kunnen we precies dezelfde genen uitschakelen als ook uitgeschakeld zijn in deze patiëntjes. Nou, en hier hebben we bijvoorbeeld een XP-muis. En dit is een XPC-patiëntje die dus zo'n probleem heeft met het allereerste herkenningsenzien. En hier hebben we de XPC-muis. En die heeft niks, zoals u ziet. Het is gewoon een keurige muis, want we hebben hem niet in het zonnetje gezet. En dan is er niets aan de hand.
als we hem nou in het zonnetje gaan zetten, en dan hebben we een speciale muis genomen daarvoor, die geen haar heeft, want anders moeten we dat beest elke 3 dagen scheren als we hem onder de zonnebank willen zetten. Dus dat is een speciale vorm van een muis die geen haar heeft, en daar hebben we dat Xeroderma gewoon, dat XPC-gen van uitgenokt. En als we hem dan onder een lamp zetten, helemaal niet zoveel, klein beetje, veel minder dan wij gewend zijn te krijgen, dan zie je, dan ontwikkelt hij al die tumoren zo op zijn rug. Precies zoals dat kindje. En dat is heel kenmerkend. En die Xeroderma-muizen, die kunnen we dan ook hartstikke goed gebruiken om het ontstaan van huidkanker te bestuderen. Hoe dat in zijn allervroegste stadia, welke genen er dan actief worden, welke genen worden er uitgeschakeld. En dat is heel nuttig geweest. Daar ga ik het ook niet over hebben vandaag. Waar ik het over wil hebben zijn die CS-muizen. Dus die cocaïne-syndroom-muizen. En die zijn inderdaad gevoelig voor UV. Hier ziet u een muis die wel haar heeft. Twee muizen uit de nest. En de eentje met twee normale CS-genen. En de andere met twee defecte CS-genen. Want u weet, van alle genen heb je er twee. Hè? Eentje van je vader en eentje van je moeder. Dus als je die muis defect wil hebben, dan moet je zorgen dat die zowel van zijn vader als van zijn moeder een defect gen krijgt. Dus dat is altijd nog een heel gevolg. Maar dat lukt wel. Nou, hier hebben we die beesten, die hebben we onder de lamp gezet. We hebben ze alleen eventjes een stukje huid weggeschoren. En dan zie je dus dat deze muis, die geen cocaïne, geen CSB heeft, die is daar veel gevoeliger voor. En deze is een nestgenootje die gewoon CSB-gene heeft. Die heeft er helemaal geen last van. Nou, daar kunnen we natuurlijk nog veel meer aan gaan bestuderen. Maar wat het jammere was, van, dat zijn, vinden wij wetenschappers dan jammer, hè? Dan hebben we dat gen uitgeschakeld in die muis en die is dan wel een beetje UV-gevoelig. Maar voor de rest heeft hij eigenlijk niks. Hij doet die verouderingsverschijnsel helemaal niet. En toen bedachten wij van, ja, wacht eens even, maar die muis die leeft ook maar 2 of 3 jaar. Dus die heeft misschien helemaal niet de tijd om dat te ontwikkelen. Want die cocaïne-patiëntjes beginnen ook pas na 2, 3 jaar een verschijnsel te ontwikkelen. Dus we zeiden van, misschien moeten we dan van betere huizen komen. Dat hebben we gedaan. Dus zeiden, weet je wat, dan gaan we naast het transcriptiegekoppeld herstel, dat TC, Transcription Coupled Excision Repair, gaan we ook het globale herstel uitschakelen. En dan maken we een muis die 2 defecten heeft. Die eigenlijk dus Xeroderma en cocaïne tegelijk heeft. En toen we dat deden, hebben we hier een CS-muis. En hier hebben we eentje die het allebei heeft. En toen bleek er dus hele andere dingen te gebeuren. Toen bleek die muis wel degelijk heel snel te verouderen. Als een razende. Maar we wisten nog niet dat het veroudering was. Pas toen die muis nou, deze muis werd toen op een bepaald ogenblik, was toen, deze muis is 5 weken oud en toen zagen we dat hij grijs werd. En dat gaf ons het idee, hé, die muis wordt grijs. Hij veroudert. En toen gingen ons de blikken, de schel van de ogen en toen gingen we kijken dat allemaal in verouderingstermen beschouwen. En toen gingen we dus al die dingen in de muizen bekijken. We gingen de patiënten gingen we dingen bekijken. En dat bleek eigenlijk inderdaad veroudering te zijn. En sindsdien staat in alle literatuur, staat er, cocaïne syndroom is een verouderingsaandoening. Maar dat is toen ontdekt. Aan de hand van die ene muis, van dit plaatje. Dus, anders hadden we dat niet bedacht. Nou, wat kun je nou doen als wetenschapper om, als je helemaal niet weet waarnaar je moet zoeken? Hè? Je ziet alleen dat die beesten dus verouderen. Je weet dat ze dus hun DNA-schade niet kunnen repareren en daar worden ze versneld verouderd van. Meer weten we niet. Hè? Wat kun je nou doen? Nou, een jaar of wat geleden werd het mogelijk om van alle genen die je hebt tegelijk vast te stellen of ze worden overgeschreven of niet. En hoe goed ze worden overgeschreven. En die techniek die kwam een jaar of 10 geleden kwam die beschikbaar en dat noemden we een microarray. En een microarray dat is eigenlijk een heel klein glasplaatje en daar zitten een heleboel vakjes op. En op elk vakje kunnen we, daar zit een metertje in of er één bepaald gen wordt overgeschreven. We hebben ongeveer 20.000 genen, dus je moet je voorstellen, zo'n microarray is een heel klein dingetje. Er zitten 20.000 van die hele kleine holletjes in en elk holletje vertelt ons iets over een bepaald gen. Alle genen die we hebben. En wat we dan doen, dan isoleren we dat RNA uit die cellen van zo'n beest. Hè? En dat RNA gaan we dan bekijken hoe dat eruit ziet. Hè? Van welk gen komt dat? Hè? En als dat dan aanwezig is, dan ligt dat op die fluoriserend ligt dat dan op zo'n microarray. Heel eenvoudig voorgesteld. En zo kunnen we dus dan, dat noemen we een profiel maken. Hè? Welke genen worden er overgeschreven, welke worden er niet overgeschreven. Bijvoorbeeld in de ogen zullen we natuurlijk geen spieroverschrijving vinden, maar wel ooglens eiwit natuurlijk.
Maar er zullen ook een heleboel eiwitten zijn die gemeenschappelijk zijn. En daar willen we natuurlijk iets over weten. Dus dat gingen we doen. En we gingen eerst een keertje kijken naar de lever. En toen viel op dat van de 20.000 genen die je kan bekijken, kan ik niet allemaal bekijken. Toen bleek dat er vooral de genen die de groei regelen in die muizen, die bleken verlaagd te zijn in overschrijvingsactiviteit. Dat noemen we expressie. Dus die genen die zijn minder actief, zou ik maar zeggen. Hoewel het niet goed is, worden minder actief overgeschreven. En dat zijn dan insulineachtige groeifactoren en die hele groeihormonen en prolactines en zo'n aantal van die hormonen, fibroblast, groeifactor, hoe ze ook allemaal mogen heten. Ik noem er hier maar een paar. En het viel ons op dat een heleboel van die groeigenen in die XP plus CS muizen, dus die dubbelmutant muizen, verlaagd waren. Terwijl het in die ene XP en in die CS apart niet zo was. Het bleek ook dat cellen die te maken hebben met de zuurstofwisseling, die bleken ook verlaagd te zijn. Bijvoorbeeld dit soort enzymen, flavine, oxygenases en allemaal enzymen waarvan elke wetenschapper weet wat ze doen, hoeft u niet te weten. Maar die hebben dus te maken met de stofwisseling van de zuurstof. En die waren ook verlaagd. Cytochroom, dat zijn dingen die in je mitochondriën zitten, die voor je ademhaling zorgen, ook verlaagd. Maar een aantal genen waren ook verhoogd. En dat waren de genen die antioxidanten maken. Die zorgen dus voor de productie van die stofjes die radicalen afvangen. En dat noemen ze de antioxidantrespons. En die waren dan weer verhoogd. Er waren ook een paar genen die dan zorgen voor de opslag van energie. Niet voor het gebruik, maar juist de opslag. Die waren ook verhoogd. Nou, toen zeiden we dus we waren met de lever begonnen. In die muis, om daar eens in te kijken, want dat is echt de chemische fabriek. Zeiden we, is dat nou in die hele muis zo? En toen bleek dat, als we goed kijken, dat in de nier en het hart en de mild en in alle organen waar we gekeken hebben, blijkt dat het geval te zijn. Hier heeft hij zo'n curvetje. Dit is dan de muis die alleen maar CSB heeft. Hier. Dit is die alleen maar CSA heeft. En dan hebben we hier, in die dubbele, dan zien we dat sommige van die genen verlaagd zijn en de andere genen juist verhoogd. Dit zijn diegenen waar ik het net over had, die verhoogd waren. En dit zijn degenen die dan verlaagd zijn. Dit stippellijntje is dan normaal, zal ik maar zeggen. Dat bleek in het hart zo te zijn en bleek in de mild zo te zijn en een heleboel andere organen. Dat wil zeggen, dat is over het hele lichaam het geval. Nou, en dat is dan blijkbaar een soort handtekening die met veroudering te maken heeft. Ja, was dat nu zo? Ja, want we gingen datzelfde nu ook bekijken in hele oude muizen. Muizen van 3 jaar oud. Die dus ook echt aan het verouderen zijn. En daar zagen we precies dezelfde afwijkingen. Dus het zijn echt kenmerken van de oude leeftijd. We vonden ze ook in andere type muizen. We konden ook andere muizen maken met een defect reparatie. Een defect excisierstel reparatie vonden we die verschijnselen ook. En wat we ook vonden, dat als we naar die cellen van die muis gingen kijken, dat ze overgevoelig waren voor die ROS, voor die activerende oxidieve stoffen. Dat waren ze overgevoerd. Niet alleen voor UV, maar ook daarvoor. Dus dan ontstond een totaalplaatje. En dat was het aanvankelijke model. We zeiden, weet je wat? Wat is er nou aan de hand? De glucosestofwisseling, de zuurstofstofwisseling, om te zorgen dat je glucose verbrandt, die is een beetje onderdrukt. Dat is de energieproducerende stofwisseling. Wat er ook onderdrukt is, is de groei. Dat doe je met energie. Wat er onderdrukt is, zijn die oxidatieve processen die voor de energie zorgen. Maar wat er gestimuleerd is, is juist een antioxidantrespons. En wat er nog meer gestimuleerd is, is juist de tendens om niet de zaak te verbranden, maar juist een beetje op te slaan. En toen gingen we kijken hoe dat nou zat. En dat blijkt dan gecontroleerd te worden door 3 organen. Eentje in je hersenen, de hypothalamus. Je schildklier en de lever met z'n drieën. En dat noemen ze de groeias. Niet de as van het kwaad, maar de as van de groei. Dit heeft de president van ons gepikt. Die as van de groei die bestond al. En toen heeft hij daar de as van het kwaad van gemaakt. Goed, deze 3 organen die doen dat met z'n allen. En wisten we al, dat die de groei en stofwisseling controleren. Maar het blijkt dus dat die dus ook de veroudering controleren. En dat was al eerder gevonden in wormen en insecten en kraagdieren en apen. Was dat nu ook bij de mens zo? Nou, blijkbaar is dat bij de mens ook zo. En zo kwam er een scenario van veroudering.
Waar ben ik? Oké, schiet op. Gaat goed. We hebben dus onze stofwisseling en die veroorzaakt energie. Maar die veroorzaakt tegelijkertijd die bijproducten die we niet willen. Hè? Die DNA kunnen beschadigen. Hè? En dat gebeurt door werking van zuurstof. Hè? Met NADPH en NADH. Nou ja, dat is chemie. Daar hebben we het even niet over. Nou, die DNA-schade die wil je kwijt. Hè? En normaal gesproken repareer je die. En wat doe je tegelijkertijd? Tegelijkertijd ga je die antioxidanten een beetje stimuleren. Om de boel in de kiem te smoren. Want blijkbaar leveren die antioxidanten het probleem. Hè? Want deze beesten waren nooit in de zon geweest. En we gaan de stofwisseling een beetje reduceren. Want dan produceren we ook minder energie en minder producten. En we gaan de DNA-schade repareren en dan houden we dat er wel onder. Wat gebeurt er nou als je dat repareren niet kan? Dan gebeurt er het volgende. Dan heb je die energie. En dan gaat de cel veel sterker nog de stofwisseling willen reduceren. En nog veel sterker die antioxidantenmechanismes aanzetten. Waarom? Omdat die niet van die schade afkomt. En die schaderespons wordt veel sterker en sterker. En u ziet nu wat er gebeurt. Die supersnel verouderende muis die we net hadden, die probeert dus die stofwisseling van energieverbruik over te zetten naar energieconservering. En die probeert die antioxidantmechanismen wat minder te krijgen. En als gevolg daardoor wordt die in zijn geheel trager. En dan moet u eens even nadenken wat dat nu betekent. Dat betekent dus dat, als dat voor de mens zo geldt, en we denken dat het zo is, dat dus veroudering eigenlijk een ontzettend slimme truc is. Want als je dat niet zou doen, dan zou je waarschijnlijk al heel spoedig verbranden. Dan zou er zoveel rotzooi worden geproduceerd, dat je op je 30ste al stuk bent. En wat doet je lichaam nu? Die zegt van rustig aan. Kalm aan, want anders gaat de hele boel naar de knoppen. En dat werkt. Want we kunnen nog jaren door dan. Zij het op een lager pitje, kunnen we heel lang door. En dat heeft ons heel veel gebracht. Want de fysiologische leeftijd van de mens is pakweg 35, 32. Hè, in hele primitieve toestanden. En dat is altijd zo geweest. Tot 5000 jaar geleden. Hè. En wat hebben wij nu gedaan als mens? We hebben gezegd, nee, we worden wat ouder. Hè. En dan maken we cultuur. En die cultuur geven we aan elkaar door. Want daar hebben we dan tijd voor. Dus die mensen die ouder zijn, die doen dus dan wel die energie. Die smijten niet met hun energie zoals jongeren dat doen. Die moeten voorzichtiger doen door rustiger. Maar die hebben dan de tijd, die worden vrijgemaakt uit het sociale. Om dan de energiestroom van de kennis te gaan behoeden. En dat heeft ons heel wat opgeleverd. Want daarom zijn wij nu met z'n miljarden op de wereld. Omdat we dat heel goed kunnen. En dus die veroudering is bij de mens evolutionair, heeft die ontzettend goed gewerkt. Veroudering is dus nuttig, dames en heren. Het is misschien niet leuk, maar het is hartstikke nuttig. Als we dat niet zouden hebben, dan zouden we dus op onze 30ste allemaal aan de meest vreselijke kankers en allerlei andere verschrikkelijke ziektes ons zou overkomen wat dat cocaïne patiëntje overkomt. En dat gebeurt gelukkig niet. We hebben de gelegenheid om ons te ontwikkelen. We hebben de gelegenheid om zelfs na de top nog een heel tijd door te functioneren. Dat wou ik u even meegeven in eerste instantie. Het is dus niet een vergissing. En u ziet nu ook dat in dit model zitten al die andere dingen een beetje verweven. Er zitten die radicalen zitten erin. Die DNA-schade zit erin. Alleen is het nu niet zo dat alles kapot gaat. Nee, dat het zelf juist, het lichaam juist probeert te voorkomen dat alles kapot gaat. En dat doet hij door te verouderen. En verouderen is dus nuttig. Dus, wat dit model doet aan een paar voorspellingen. We zouden zeggen, nou, als we dat niet rots een beetje zouden kunnen afvangen, dan zou het wel moeten helpen. U weet vast wel dat een heleboel verouderingstherapieën, moet je dingen antioxidant gaan eten. En dat is hartstikke goed voor je, dan word je niet oud. Wie heeft het wel eens gedaan, veel antioxidanten eten? Niemand? Heeft het goed? Helpt het? Nee, hè? Ja, dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Ja, u ziet er wel heel jong uit, vind ik. Nou, het helpt niet zoveel. Want je moet dan zo verschrikkelijk veel van die spullen drinken en eten, dat dat weer giftig wordt. Maar misschien kunnen we met deze kennis iets doen voor de cocaïne patiëntjes. En daar gingen wij in eerste instantie op in spelen. Wat kunnen we doen? Is er een remedie tegen die verschrikkelijk versnelde veroudering? Kunnen we die normale veroudering dan weer terugbrengen? Dus niet die versnelde, maar die normale veroudering.
En dat is de toekomst. Ja, dat is de toekomst. Maar daar zijn we nu al mee bezig. En daar wil ik u een paar resultaten laten zien in de laatste paar minuten. 10 minuten. Die we nog niet gepubliceerd hebben. Dat is hartstikke nieuw. Maar die vind ik behoorlijk schokkend. En dan moet ik maar eens even zien. Ja. Hier hebben we dat excisie-reparatiemechanisme weer. Hè, met al die verschillende eiwitten. Nou ja, u heeft net gezien dat we muizen moesten hebben met 2 verschillende defecten tegelijk. Dat is ontzettend lastig fokken. Toen zeiden we, kunnen we niet wat anders doen? En toen hebben we een andere muis gemaakt. En die heeft een defect in dit eiwit, ESCC1. Dat is dat eiwit wat hier dus een knipje moet maken. En dat zit daar ergens op het eind van het reparatieproces. En dat is nodig zowel voor de globale als voor de transcriptie gekoppelde. Dus als je dat niet hebt, dan werken ze allebei niet. Dat is dan handig, hè? 2 keer in 1 klap. Nou, wat heeft zo'n ESCC1 muis dan? Dus dat is een muis die geen ESCC1 heeft. Hè? Dat begrijpt u natuurlijk ook wel. Dat noemen wij dan een ESCC1 muis. Nou, daar kun je dan verschillende dingen mee doen. Je kunt die defecten in die ESCC1 genen kun je ernstig maken of minder ernstig. Nou, als we een totale knockout van dat gen, dus helemaal geen ESCC1 eiwit meer te vinden. Hè? Die muizen die waren ontzettend ernstig. Die verouderden zo snel dat ze na 1 week of 4, 5 al overleden. Dat ging wel erg snel. Hè? Dan kun je niet zoveel beginnen met zo'n muis. Die kun je niet zo erg goed meer onderzoeken. Dus hadden we een andere mutant in dat gen aangebracht die een beetje voorzichtiger was. Die zorgde nog wel dat het ESCC1 eiwit er nog wel was, maar dat werkte niet zo goed meer. En dat beest dat werd ongeveer 30 weken oud. En dan hadden we ook nog eentje die een verlaagde expressie had van een heel goed eiwit. Hè? En die werd een week of 50 oud. Toen zei, weet je wat, we nemen dit beest wat er net tussenin zit. En die noemen we dan de Delta-muis. En waarom die zo heet, doet er even niet toe. Maar die heet de Deltamin. En zo noemen wij hem altijd. Het ene gen heeft niks. En het andere gen heeft zo'n deltaatje. En die wordt dus normaal gesproken 30 weken oud. En ook een verkorte levensduur. Want een muis wordt pakweg 2, 3 jaar oud of zo. Maar dat is een lekkere, prettige periode, daar kun je mee werken. En dan kun je korter maken, kun je langer maken. En wat zagen we nu? Die muis die krijgt een heleboel dingen. U ziet dat hier al. Allerlei andere verschijnselen traden al wat eerder op. Dit lijntje geeft aan hoeveel muizen er nog overleefden. Dus als hij 0 jaar oud is, leven ze allemaal nog. En dan zie je dus als hij 25 weken is, dan beginnen de eerste muizen dood te gaan. En op 30 weken leeft het niet meer. Dat is zo'n curvetje geef je dan. Ga weg. Met zo'n curvetje geef je dat aan. Dus dan ga je van, hier leven alle muizen nog, op 25 weken en op 30 weken zijn ze allemaal dood. En in die periode gaan er dus steeds meer dood. Dus dat is de gemiddelde levensduur, is pakweg 22 weken. Van deze muis. Maar deze muis die bleek dus niet alleen, en die bleek ook allerlei van die verouderingsverschijnselen te hebben. Daar zagen we ook al die enzymexpressies weer. Precies die dingen waar ik het allemaal over gehad heb, konden we allemaal weer vinden. Ook allerlei andere verschijnselen die bij de mens optreden, osteoporose en noem ze allemaal maar op, dat krijgen ze allemaal. Maar het bleek dat ze dat niet alleen hadden, ze bleken ook ernstige neurodegeneratie te vertonen. Dus de afwijking van de hersenen. En die wij bij hele oude mensen ook zien optreden. En in feite bleek het zo te zijn dat deze muizen, die leken ontzettend veel op patiënten met Alzheimer-ziekte. Ze krijgen verlies van zenuwcellen. Nou, er zijn allerlei technieken om dat in de hersenen aan te tonen. Bijvoorbeeld hier, je kunt aan een stofje dat heet GFAP, kun je zien dat die cellen allemaal geïrriteerd zijn. Dat er rotzooi is. En dat we weten nu dat dat komt omdat ze te veel schade hebben. We kunnen dan ook de functie van de hersenen kunnen we meten. Nou, je kunt allerlei gedragsproefjes met de muizen doen. Kijken of ze slim zijn, of ze goed kunnen leren. En of ze tremoren hebben, of ze kunnen klimmen, of ze spierkracht hebben. Er zijn natuurlijk allemaal trucjes voor bedacht. En ik geef hier een voorbeeldje van zo'n leerproefje. Dat heet de water maze. Muizen kunnen goed zwemmen. En dan zet je die muis die zet je op één zo'n petje in een waterpadje. En daar kunnen ze naar bovenop klimmen. En dan moeten ze naar een ander eilandje toe. Daar ligt voer op. En hier ligt geen voer op. En dan ga je ze dat leren. En dan weten ze dus na verloop van tijd, ik moet naar dat eilandje toe zwemmen. Maar dan leg je plotseling het voer op die andere. En dan ga je kijken hoe lang dat nou duurt voordat ze dat doorhebben en kunnen overschakelen.
En ze houden niet erg van zwemmen. Ze vinden het niet leuk. Ze moeten dus echt iets voor over hebben. Nou, en op die manier, dat heet de water maze test. En kun je zien hoe snel ze kunnen leren en of ze een beetje moedig zijn en zo. Nou, en dan zien we hier dus dat die tijd dat ze dan die ze dan nodig hebben om het voer te vinden, die is aanvankelijk veel. Maar als je dat een aantal malen geprobeerd hebt, dan zie je dat zo'n normale muis, wordt die tijd steeds korter, hè? Die leert. En hier zien we dus onze SCC1-muis, die leert helemaal niet zoveel. Die schiet niet zo erg op. Nou, dit is alleen maar een voorbeeldje van zo'n proef. Ik kan wel tig van dat soort experimenten laten zien. Waar het eigenlijk op neerkomt, is dat deze muizen dus ontzettend veel lijken op verouderende muizen. Hè? Maar zelfs tonen ze ook de verschijnselen van hersendegeneratie die we op hele late leeftijd bij mensen ook zien. En dan komt natuurlijk de vraag, kunnen we dat uitstellen? Kunnen we er iets mee doen? En toen zijn we bij muizen, zijn we gezegd van ja, we doen iets met de stofwisseling, dan moeten we daar misschien ook op ingrijpen. Dus wat gingen wij doen? We gingen op de stofwisseling, op het voedsel ingrijpen. Nutritional interventions, zoals dat in het Engels heet. Wat kunnen we doen? En in de voeding kun je dan doen aan het beperken van het aantal calorieën wat je binnenkrijgt. Het was bekend uit allerlei proefdieren, van gist en wurmen en vliegen en muizen, apen, dat die daar langer van leven als je ze minder eten geeft. En toen zeiden we, laten we dat bij deze muizen ook eens proberen. Helpt dat dan nog bij deze muizen? En daar zijn we dus mee begonnen. Nou, en dan zien we dus wat daar gebeurt. Ik zal niet laten zien hoe we dat precies gedaan hebben. Waar het op neerkomt is dat die muizen die zitten een week of vier bij hun moeder. En dan laten we ze nog een paar weken gewoon in de kooi rondlopen. En dan beginnen we ze langzaam maar zeker hun eten te reduceren. Totdat ze nog maar 60% krijgen van wat ze normaal gesproken krijgen. En dat is voldoende hoor. Daar hebben ze geen ondervoeding van. Dat is voldoende. En dat vergelijken we dan met muizen die net zoveel krijgen als ze willen. Dus dan zetten we gewoon een bakje voer in de kooi. En die kunnen altijd eten als ze zin hebben. Nou, hier zien we dan onze ESCC-muis. Die ad libitum gevoed is, zoals het heet. Ad libitum, dat wil zeggen zoveel als je wilt. AL. En dat weten we, die gaat tussen 25 en 30 weken dood. Nou, je ziet dat hier gebeuren. En wat gebeurt er nou als we die muizen dus nou op zo'n dieetrestrictie zetten? Dat is ongelooflijk, wij begrijpen er niets van. Die leven twee keer zo lang. Dat is echt een enorm effect. En u ziet, je hebt helemaal niet zoveel muizen nodig voor deze proef. Want die verschillen zijn zo groot. We hebben hier maar 8 muizen. Maar 8. Ja, dat is weinig. Want heel veel van dit soort proeven moeten met 10 of 20 of 30 muizen gedaan worden. Dit kun je dus met 8 muizen doen. Niet alleen voor de proefdiermensen heel leuk, maar voor de wetenschappers ook leuk. Want muizen zijn duur. Die kosten €5 per dag hotelkosten. Dus hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zie je ze zo doodgaan. En ze gaan natuurlijk allemaal nog wel dood. En nog veel, veel te vroeg, op 50 weken. Ja, want ze worden 2 jaar te worden. Maar moet je eens kijken wat er gebeurt. Het is enorm. Je zegt, nou, dat kan je niet geloven. Hè? Je levensduur is 200% toegenomen met deze dieetrestrictie. Daar moesten we meer van weten. We waren op 7 weken begonnen. We zeiden, wat gebeurt? Kunnen we misschien nog niet wat eerder beginnen? Dus we zijn bij een paar muizen begonnen. Direct nadat ze gespeend waren van de moeder. 5 weken zo'n beetje. En let wel, dat zijn die paarse muizen. Kijk, die worden dan nog weer ietsje ouder. En precies ongeveer die 2 weken verschil. Dus als je 2 weken eerder begint, heb je 2 weken. En ja, alsof het nog niet. En het was nog gekker. Toen zei, wat gebeurt er nou als we het nou een klein tijdje doen? Bijvoorbeeld, en dat hebben we hier gedaan. We hebben dieetrestricties gedaan van 5 weken tot 12 weken. En daarna hebben ze weer gewoon voer gegeven. Wat gebeurde er nou? Dat is dus 7 weken. En wat bleek er nou? Die beesten werden 7 weken ouder. Met andere woorden, het leek wel alsof er tijdens de dieetrestrictie helemaal niks aan die veroudering gedaan was. Of tenminste relatief weinig. Nou, wij waren hier behoorlijk pot van het zijn nog steeds. En die gegevens moeten allemaal nog goed gepubliceerd worden. Er moeten allemaal van allerlei controles en zo. En we zijn natuurlijk ook bezig met andere muizen. Die ook van die reparatie-effecten hebben. Maar wat ik u maar wil zeggen, die dieetrestrictie werkt bij deze muizen ontzettend goed. En het is natuurlijk duidelijk dat we daarheen willen. Nu nog even, helpt het dan? Dit helpt op die levensduur, hè? Op die verouderingsverschijnselen. Helpt het dan ook voor die neurologie? Dat wilden we natuurlijk ook weten, of die hersenafwijking. Nou, die beesten die krijgen tremoren, hè? Zoals Alzheimer-patiënten het ook krijgen, en allerlei andere dingen. Ze kunnen ook raken in onbalans, dat komt omdat de kleine hersenen niet meer goed werken.
En die effecten die treden al op, nog voordat ze doodgaan natuurlijk. Dat is helemaal prettig, want die komen al vrij snel. En dan zien we hier in onze ad libitum muizen, zien we hier het aantal muizen wat tremoren vertoont. Dus die zijn de Wyrie-SCC muizen. Dat vinden we in normale muizen vinden we het nooit. En dan zien we dus dat na 5 weken, na een week of 7, begint de eerste muis tremoren te vertonen. En nog een paar weken later hebben ze het allemaal. Nou, wat gebeurt er nou als we onze dieetrestrictiemuis nemen? Kijk, komen ze ook wel, maar dan komen ze. Schrik niet. Pas op 40, 45 weken. Dus dat wordt enorm uitgesteld. Hier hebben we die groene weer. Hè? Dat is die muis die we 7 weken dieetrestrictie hebben gedaan. En kijk, die ontwikkelt zijn tremoren precies 7 weken later. En je ziet met de imbalance in de kleine hersenen zie je precies hetzelfde optreden. We hebben die muis natuurlijk ook allerlei gedragsproefjes bekeken. We hebben gekeken hoe de hersenen eruit zien. We hebben allemaal dingen van bekeken. Daar ga ik u allemaal niet mee vermoeien. Maar daar vinden we dus allemaal weer dingen. We kunnen ook zien hoe dat komt en zo. Met andere woorden, het lijkt wel, als we die beesten dus op dieetrestrictie gooien, dan wordt dat verouderingsproces gewoon gestopt. Dat snelle verouderingsproces bij deze beesten wordt dan een normaal verouderingsproces. En daar waren wij behoorlijk kapot van. Nou, en wat levert dat nou op? Dat levert op. Wat hebben we dus gevonden? Dat in die hersteldeficiënte muizen, dan kan de levensduur verlengd worden door ingrepen in de voeding. Niet een eenvoudig pilletje, dames en heren, ingrepen in de voeding. En dat heeft ook gevolgen op het gedrag van die dieren. Want die beesten die hebben de hele dag honger. Dus die rennen de hele dag door de kooi heen en weer. Die zijn voortdurend op zoek naar eten. Hartstikke goed voor je. Veel bewegen weten we ook wel. Ja? Zou dat bij de mens nu ook werken? Nou, er is een club, een dieetrestrictieclub, die doet dat. Je hebt natuurlijk de meest idiote clubs. Nou, en die hebben dus besloten om dieetrestrictie te gaan doen, want die hopen het eeuwig leven te hebben. En nou blijkt, dat kan wel hoor, maar je moet er wel even aan wennen dat je altijd honger hebt. En je wordt vrij mager, je wordt ongeveer net zo mager als ik. En als je dan in een restaurant komt, dan let je meer op de stoelen waarop je zit dan het eten wat je krijgt. En dat heb ik dus ook. Ik moet altijd kijken, zitten die stoelen wel lekker? En het schijnt ook dat als je heel vaak dieetrestrictie doet, dat je... Nou ja, daar willen ze niet zoveel over zeggen, maar je schijnt ook dat je minder zin hebt in seks. Dus nou ja, dan zou ik zeggen van, dan maar iets minder oud worden. Het werkt, we weten dus nog niet of het bij gewone mensen werkt. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat ons natuurlijk om, bij die mensen die dus bepaalde dingen juist veel te vroeg ontwikkelen. Bijvoorbeeld Alzheimer, je zou toch graag willen dat dat wat uitgesteld kon worden. Je zou mensen die veel te vroeg osteoporose hebben, zou je misschien iets willen doen. Nou, en dan is het duidelijk dat we in de voeding en de stofwisseling moeten ingrijpen. En dat kan niet met één pilletje, dat is heel duidelijk. Nou, wat zijn we nu aan het doen? Waar zijn we nu mee bezig? We zijn dus nu die andere hersteldeficiënties, bijvoorbeeld XPG en XPB en XP, al die andere aan het bekijken. Of het daar ook voor geldt. Waar we ook mee bezig zijn, zijn muizen te maken die ook een ESCC1 defect hebben. Maar alleen maar in de hersenen, bijvoorbeeld. Of alleen maar in de... Want wat gebeurt er dan met het hele systeem? Als we alleen maar de hersenen uitschakelen. Welk orgaan is de baas, zal ik maar zeggen. Nou, het blijkt dat voor de neurologie zijn de hersenen de baas. Als je dan de lever uitschakelt, dan krijgen die muizen helemaal geen neurologische complicaties. Maar voor de veroudering is dat niet zo. Als we de hersenen uitschakelen bij die muizen, dan verouderen ze niet. Dan krijgen ze alleen maar die neurologische complicaties. Dus dat klopt allemaal een beetje met wat we denken. Die calorische restrictie is lastig, zoals ik zei. En dat is ook moeilijk in te voeren. En dat bij die cocaïnepatiëntjes kan het wel helemaal niet. Die zijn er veel te ziek voor. En we hebben dus nu bedacht en ook ontdekt dat je dat ook op een andere manier kan doen. Zoals u weet, de componenten van de eiwitten die we maken, dat zijn de aminozuren. En de meeste aminozuren, die kunnen we zelf maken. Maar er zijn een aantal, die moeten we echt, kunnen we zelf niet maken. Die moeten uit het voedsel komen. En dat noemen ze de essentiële aminozuren. En het blijkt nu dat je ook... Eén zo'n essentiële aminozuur kun je in het voedsel terugbrengen. Dan kan de rest allemaal hetzelfde blijven. Alleen zo'n essentiële aminozuur kun je effecten mee bereiken die heel veel op dieetrestrictie lijken. En die proeven doen we nu. En die muizen die zijn nog bezig, want u ziet het duurt allemaal 20, 30 weken voordat je daar iets over kan zeggen. Maar we weten nu al dat bij het aminozuurdepletie van bepaalde aminozuren, leucine en tryptofaan, dat dat werkt bij die muizen. Niet zo goed als totale dieetrestrictie. Maar het werkt heel goed. En het werkt ook heel goed op de voorkoming van de tremoren en andere neurologische afwijkingen. Dus,
is er dan een therapie voor CS-patiëntjes? Daar zijn we niet mee bezig. We zijn met, in overleg met de ouders. Of we misschien iets voor die CS-patiëntjes kunnen betekenen door die bijvoorbeeld een aminozuurdepletie te geven. En dat soort diëten zijn makkelijk te maken. En dan is dan een beetje een probleem, want hoe weten we nou dat we het goed doen bij die CS-patiëntjes? Want we hebben niet 500 CS-patiëntjes die we wel kunnen behandelen en 500 niet. Want zoveel zijn er niet eens. En dus we moeten eigenlijk van zo'n CS-patiëntje moeten we van tevoren heel goed weten wat zijn normale ontwikkeling is als hij niks krijgt. En daar moeten we hele goede getallen over hebben. En dan moeten we weten wat we moeten meten. Hoe we kunnen zien dat hij er beter gaat. En nou blijkt dat het beste is om gewoon te meten hoe zijn groei is. Want hij blijft ontzettend achter in de groei. Hè? Dus als we nu zien dat hij weer goed gaat groeien, dan doen we het blijkbaar goed. Nou, dat is nu de bedoeling. We zijn bezig met de patiënten. En de patiënten worden verzameld uit alle landen. Daarom hebben we zoveel samenwerking met die ouders. En dan gaan we eerst maar eens kijken of het bij de CS-patiëntjes helpt. En dan hopelijk in de toekomst ook nog bij de mens misschien iets te kunnen betekenen voor uitstel van neurodegeneratie. Of allerlei andere onwelkome aspecten die te vroeg komen, zoals osteoporose. Dat weet u natuurlijk alles van. Ja. Goed, we gaan terug naar het begin. Is dat nu een lang leven en jeugdig sterven? Zit dat er dan in? Hè? Nou, het is daar duidelijk. Ik hoop dat u dat begrijpt, dat dat er niet in gaat zitten. En het is ook de vraag of we dat moeten willen. Ja, dat is een mooi plaatje. Hè? Kijk, dit is eigenlijk zoals we er nu over denken. En dit zijn plaatjes uit de middeleeuwen. Van Botticelli, geloof ik. En hier ziet u dus hoe het is om jong te zijn. Nou, dat is allemaal mooi glad. Dat ziet er best uit hier. Gezonde kinderen allemaal. Muziekinstrumenten erbij. De vedel is altijd het symbool voor zinnelijkheid in al die schilderijen. Als er een vedel ergens hangt, zo'n viool, dat betekent dat er geneukt wordt. Spijt me dat ik het moet zeggen, maar dat bedoelen ze ermee. Nou, dat zien we dus hier. En moeten we eens kijken. De ouderdom. Slecht ontwikkelde kindertjes. Een kraai. De bomen. De bladeren zijn er allemaal afgevallen. De zon is verduisterd. Jongen, hier met zo'n glas, zo'n tijdglas, die zien niet best in. Ze zijn helemaal. Maar toch is het een beetje zo. Hè? Zo'n kokende patiëntje ziet er ongeveer zo uit. Hè? Nou, is dat nu de belofte? Ja, dat denken we allemaal wel. Hè? Dat zo is. Hè? En zo zien we het een beetje. En wat we ook allemaal verteld hebben over dat de ouderdom wijsheid met zich meebrengt. Dus dat willen we niet geloven. En dat zien we dus eigenlijk in maatschappelijk gebeuren ook. Want wat is er nou aan de hand, dames en heren? Als we hier nou de leeftijd hebben, van 0 tot 90 of zo. Wat is er nou eigenlijk gebeurd de laatste 100 jaar? Dan zien we dat dus door de ouderdomsziekte aan te pakken. En de eerste was de jeugdziektes aan te pakken ook. Infecties, vervolgens de hart- en vaatziekte. En dan nu zijn we met de kanker bezig. En naarmate dat beter lukt, worden we steeds ouder. En in feite, het is nu zo dat we er elk jaar 3 maanden bij krijgen. Dus als u het lukt om nog een jaar extra te leven, krijgt u er gelijk 3 maanden bij. Dat kan de Spar en de Albert Heijn niet tegenop. En dat is echt zo. Elk jaar wordt onze levensverwachting 3 maanden langer. En daarom is onze leeftijd, pensioenleeftijd ook op 65 gezet. Want dat hebben ze ingevoerd vlak na de oorlog. En toen was de levensverwachting ongeveer 65. Dus toen was Dijs, nou dan doen we dat zo, dacht Drees, want Drees was zuinig. En dan zei Drees, en dan kunnen we het ook betalen. En nu zitten we met het probleem, nu wordt iedereen 80 en nu kunnen we niet meer betalen. Nou, misschien is het ook niet zo gek. We zijn zo ontzettend gezond geworden, medisch gesproken, dat misschien moeten we dan ook maar nog een jaartje of een paar jaartjes extra doorwerken. Dat zouden we willen, maar dat willen wij eigenlijk niet. Want we vinden zelf ook dat we zielig zijn, we hebben recht op rust. En de wetenschap, en om ons heen zeggen we ook allemaal, je deugt niet meer. Als je 55 bent en je raakt in de WW, zie maar eens een andere baan te vinden. 55 ook. Met andere woorden, de druk is helemaal de andere kant op. Medisch gezien gaan we steeds ouder en gezonder worden. We blijven op steeds hogere leeftijd vief. Als wij 65 zijn, kunnen we echt veel meer dan iemand vlak na de oorlog. Maar cultureel, wetenschappelijk, schuift het terug. Vlak na de oorlog kon je op je 55ste nog wel een baan krijgen, hoor. Nu niet meer. Nu wordt het moeilijk. Wat zien we eigenlijk dat het allemaal naar voren schuift? Hoe ziet dat aan de andere kant? De andere kant,
Vroeger op je 18e ging je aan het werk en dan ging je op je 20e kreeg je kinderen. Dus 25e, dat doen we niet meer. Die zijn we bang voor. Bestellen het uit. Nederland is het ergste. De vrouwen krijgen in Nederland pas op hun 31e hun eerste kind, gemiddeld. De Nederlandse vrouwen. De allochtone vrouwen die doen het wat beter. En daarom hebben ze ook veel minder risico bij de geboorte. Dus dat creëert een medisch probleem. Het gevolg is eigenlijk dat er ontstaat een soort venstertje. Ziet u dat? En dat begint steeds ergens tussen je 30ste en je 45ste. En dan moeten we alles doen. Dan moeten we carrière maken. We moeten kinderen krijgen. We moeten een huis kopen. En de piek eraf halen. We moeten vooral ook mooi blijven. Want tot je 45ste wil je toch wel graag mooi zijn. En dat moet je gewoon goed naar andere vrouwen kijken. Dat die minstens even mooi zijn. Maar jij liever nog mooier. En dat moet, daar heb je het heel druk mee. En je moet netwerken. Alles moet in die... Want daarna, als je 45 bent, is het gebeurd, hè? Dan ben je afgedaan. Het is echt zo. Ik maak geen grapje. Zo denken we er eigenlijk echt allemaal over. En we geloven het zelf ook. Wat ik maar wil zeggen is, van, kijk, nu kunnen we wel iets gaan proberen te vinden. Om deze pijl nog sterker te maken. Waar zouden we nou niet eerst een keertje moeten werken om deze pijl wat te veranderen? Daar ligt het probleem. Want... dit hebben we eigenlijk al lang opgelost. We worden al elk jaar drie maanden ouder. Moeten we daar nou nog meer doen? Nou, ik zou zeggen in een enkel geval voor mensen die veel last hebben. En kinderen met erfelijke aandoening doen. Altijd doen. Dat is mijn persoonlijke. Maar we kunnen dat wel doen. Maar we schieten er geen bal mee op zolang deze pijl, deze maatschappelijke pijl hier nog de andere kant op blijft gaan. En ja, dan heeft het dus geen enkele zin. Laten we daar dus maar wat aan doen. En zodat we dus niet... hier heeft meneer Hans Baldo Green. Die sieben lebens alter des Weibes. En deze mevrouw hier dus, hier in het midden. Die dus tussen de 35 en de 40 is. Dat is de meest gestreste persoon in Nederland. Dat hebben ze uitgezocht, pedagogisch. Jonge moeders met kinderen hebben de meeste stress. Want die moeten al die dingen tegelijk doen. Goed, lang leven en jeugd sterven. Nou, ik ben wel blij dat er zoveel grijze koppen in de zaal zitten. Want die weet waar ik het hier over heb natuurlijk. Dit is... en ik had het hier over dat schema, hè, van een klein venstertje waarin we nu alles moeten doen, terwijl we dat eigenlijk meer zouden moeten uitspreiden. En dat kan natuurlijk ook best. Hè. En daar is een stuk over in de Bijbel geschreven, Ecclesiasticus. To everything there is a season, there is a time for a place. En dat was een grote hit vroeger. Van The Birds, weet u dat nog? Turn, turn, turn. Dat was dat lied. Het was geschreven door Bob Dylan. En die zongen dat. Nou, u kent, nou, bent van mijn leeftijd, dus dat kent u. Turn, turn, turn. Nou, daar wou ik mee stoppen. Dank u wel. Koos Jaspers, heel hartelijk dank voor jouw intrigerende verhaal. Mooi ook deze maatschappelijke afsluiting. Eerst het technische verhaal over de DNA en alle systemen die daarbij komen kijken. En deze mooie maatschappelijke opmerking. En heel spannend ook dat je ons al deelgenoot hebt gemaakt van het onderzoek dat eigenlijk nog helemaal niet gepubliceerd is. Ja, dat mag eigenlijk niet meer tegenwoordig, hè? Want als je twee keer hetzelfde doet, dan word je gestraft. Hè? Dat heb je gelezen in de krant. Ja. Nee, dus ik mag het eigenlijk niet meer publiceren nu, want anders val ik in herhaling en dan valt de pers over me heen. Ja, dan heb je de pop aan het dansen. Goed, ik wil graag nog, we hebben nog een kwartier de tijd, voor jij weer teruggaat naar Rotterdam. Ja, sorry, ik heb een beetje... Gelegenheid voor vragen, mensen die vragen hebben, die moeten even de vingers opsteken. Ik moet even zo kijken, want ik heb veel tegenlicht vandaag. Ja, dat is ook goed. Ja. Ja? Ja. De vraag was van, die CS-patiëntjes die missen dus een bepaald gen en daar blijken ze dus ook lief van te worden. Hoe ziet dat gen eruit en zijn er ook andere genen waar je lief van wordt? Heb ik het, of waar je juist niet lief van wordt? Ja. Andere karaktereigenschappen. Nou ja. Ik noemde dit alleen maar even terloops, hè, om aan te geven dat er zelfs in zo'n ziekte waarvan we precies weten wat er aan de hand is, we weten precies waar het zit, welk eiwit het is, we weten alles van het eiwit of veel. Hè. En dan blijken die patiëntjes dus iets te hebben waar we geen enkele verklaring voor hebben. Hè. Dat wilde ik even tussendoor noemen. Hoe kan het nou dat deze kinderen juist zo ontzettend lief zijn, terwijl ze aan alle kanten zitten teugen? Hè. Maar het zijn werkelijk schatjes. Ze zijn zo... En alle ouders zijn gek op ze. Dat zusje wat u zag, toen Baptiste gestorven was, heeft dat zusje, die heeft een jaar is die zwaar depressief geweest. Die was zo gek op dat broertje. En ik mag nu van de vader mag ik dat plaatje weer laten zien, want het gaat weer goed met het zusje. Maar dat,
daarom vertelde ik dat even tussendoor, van dat we niet meteen moeten denken dat we alles weten. Snapt u? Dat er altijd nog een heleboel verrassingen zijn. Maar het kan niet toevallig zijn dat het met al die kinderen zo is. Oké. Ja, we worden 50 celdelingen oud, hè, waarvan het meeste al voor de geboorte gedeeld is. En dan hebben we er nog een aantal over. En een interessante opmerking, er is een Aubrey de Grey volgens mij. Dat is een wetenschapper uit Engeland. Die zegt dat degene nu, die 1000 jaar gaat worden, die is nu al geboren. Die leeft nu al. Dus kun je daarop reageren? Wat vind jij daarvan? Dat zou ik dan wel zeggen. Leuk bedacht. Ik ga met het eerste stuk even beginnen. Ja. U zei van, wij worden maar 50 celdelingen oud. Hè? Nou, dat is dat verhaal van die uiteinden, van die chromosomen waar ik het tegen het begin over had. Bij normale cellen in het lichaam, bij elke deling die ze maken, worden die chromosomen een stukje korter. Dat komt omdat het replicatiemachinerie, die kan die uiteinden niet goed niet helemaal tot het eind aan toe verdubbelen. Dat is nu helemaal, dat kan die machinerie niet. Er zit gewoon defect in. Het werkt niet goed. En als je dat dus zo door laat gaan, dan zou dus bij elke deling worden je chromosomen een stukje korter. En dat mag ongeveer 50 delingen doorgaan. En dat zie je dus ook bij als je gewoon cellen uit de huid neemt. En als je die kweekt, dan houden ze na 50 delingen ermee op. Dan stoppen ze. En dat komt dus doordat die uiteinden van die chromosomen te kort worden. Maar de cellen hebben daar iets op gevonden, uiteraard. En er is een enzymtje, dat heet telomerase. En dat zet bij elke teling, zet hij dan weer een stukje eraan, aan die uiteinden. En zo om dat te compenseren. Maar dat enzym, dat staat in dat gen wat voor dat enzym codeert, staat in bijna alle cellen van het lichaam uit. Behalve in de cellen van een embryo. En in de stamcellen, u heeft het wel eens gehoord, hè? De stamcellen, dat zijn de stamcellen die je altijd blijven delen en die zorgen voor de verversing van je darm en je huid en je bloed. En die stamcellen hebben dat wel, dat enzym. Dus die kunnen 1000 keer delen. Dus als je dan zegt, wij worden maar 50 delingen oud, snapt u, dat is een beetje halve waarheid. Hè? Dat geldt alleen voor de meeste van onze cellen in het lichaam. En waarom hebben we dat nou? Dat is een ontzettend handige truc, want het is een goede beschermingsmechanisme tegen kanker. Want een kanker, die moet daar natuurlijk iets op vinden. Want als die kanker maar 50 keer zou mogen delen, wordt het helemaal geen kanker. Dus elke kanker die heeft er iets op gevonden. Die heeft dat telomerase weer aangezet. Of die heeft een andere truc gevonden. Om die telomeren weer op lengte te krijgen. Maar het is in principe een beschermingsmechanisme. Elke cel die een beetje op hol slaat, die mag 50 keer delen en dan is het gebeurd. En die moet dan nog iets uitvinden. Om kankercel te mogen worden. Als we dat mechanisme dus niet zouden hebben, hè, dan zouden we misschien allemaal veel eerder kanker krijgen. Begrijpt u wat ik bedoel? Dus het is ook eigenlijk een beschermingsmechanisme. Waarom dat in alle cellen wordt uitgezet. Behalve de cel die het echt nodig heeft. Ja. Maar je leest veel over die telomerase in de kranten. Ja. En ook dat het een soort jeugdelixer zou kunnen zijn. Want als je het nou toch stiekem aanzet. Nou, we hebben dan bij die muizen geprobeerd om dat gen uit te zetten. Dat kunnen we natuurlijk doen. Hè. En dan zien we dus dat die muizen eigenlijk, die krijgen ook wel problemen. Waar krijgen die problemen mee? Die krijgen problemen met die celvernieuwingssystemen. Hè? Dus met de darm en het bloed. Hè? En ze zien dan bijvoorbeeld dat ze op een maand of 7, 8, dan beginnen de darmen te degenereren. Hè? En dan gaan ze meestal al dood. Hè? Dus dan moet je weer muizen maken waarbij het telomerase in de darm het nog wel doet en ergens anders dan weer niet doet. Hè? En in het bloed. En dan zie je als je dat doet, dat het bloed het begeeft. Hè? Enzovoorts. Hè? Maar verouderen doen die muizen helemaal niet. Hè? Ze gaan gewoon dood aan darmproblemen. Ze krijgen dus helemaal niet die verouderingsverschijnselen waar ik het over had. En bij de mens is het ook zo. Hè? Bij de mens zijn onze telomeren lang zat. Hè? Daar redden we het wel mee. Hè? Dus die zijn in ieder geval, die kunnen wel problemen in sommige gevallen opleveren. Maar zeker niet de standaard verouderingsproblemen. Hè? Met die uiteinden die we hebben, halen we daar 1000 jaar mee? Dan moeten we weer aan stamcellen denken. Hè? Die stamcellen hebben dat telomerase. Die kunnen eeuwig doordelen. Okay. Nog even over het eeuwig doordelen. Daar ontstaan, als je een boek, ik heb wel eens het metafoor van het boek gehoord, als je dat eindeloos gaat kopiëren, dan komen er foutjes in, er verdwijnen woordjes. Ja. Hoe zit dat dan? Want dat is ook zo. Er komt wel iets anders uit. Daar berust de hele evolutie op, Peter. Ja. Bij elke deling treden er wat foutjes op. En die foutjes die zijn soms goed, soms niet goed. Ja. Als het niet goed is, worden die weggeselecteerd. Ja. Maar als het beter is, dan blijven die over. En als je dus maar lang genoeg wacht en je hebt de tijd, hè, en dan moet je dus in tienduizenden, honderdduizenden, miljoenen jaren denken. Mm-hmm. Ja,
dan ontstaan er langzamerhand verbeteringen. Al naar gelang de omstandigheden die er zijn. Als de omstandigheden anders worden, krijgen we dus ook verbeteringen die aan die omstandigheden zijn toegepast. Daar berust de hele evolutie op. Godzijdank dat we dat niet zo precies doen. Ja, ja. Want anders hadden we niet eens kunnen evolueren. Nee. Dus het moet ook niet 100% nauwkeurig gebeuren. Dat zou niet fijn zijn. Want anders zouden we hier niet zitten. Ja. Toch? Nee, dat is een goeie. Ja. Ja, dus dat is ook weer nuttig. Dus niet, je moet, dus nul fouten is niet goed. Ja, helder. Meneer, ja. Iets, hebben we iets voor de Alzheimer te bieden op grond van deze gegevens? Nou, het enige wat ik kan zeggen is, er zijn een heleboel muizen gemaakt die een beetje op Alzheimer zouden moeten lijken. Hè? En die zijn dan gemodelleerd naar datgene wat we bij de mens zien. En dan blijkt dat die muizen helemaal niet zo erg op Alzheimer patiënten lijken. Het blijkt dat deze ESCC1 muizen die we hebben, die blijken dus verreweg het beste op Alzheimer te lijken. En nu hebben wij hier, kunnen wij iets doen in deze muizen, wat dus die neurologische achteruitgang vertraagt. Hè? Of dat bij de mens. Mensen zijn geen muizen. Ja, maar dat is nog veel te vroeg voor natuurlijk. En dit werkt alleen maar in die muizen die supersnel verouderen. Hoe zou dat ook werken bij normaal verouderende muizen? Dat is helemaal niet zo zeker. Maar vitamines slikken helpen. Vitamines slikken, antioxidanten. Ja, misschien word je wel heel... Misschien word je er wel heel hups van vitamine. Weet ik niet. 65 plus vitamines, helpt dat? Nou ja, op latere leeftijd neem je wel iets minder je voedingsstoffen op. En dan is het wel verstandig om af en toe wat vitamine bij te... Of extra veel fruit te eten of dat soort dingen. Oké. Ja. Ik ga even naar de volgende vraag. De vraag is dat niet dat dieet... Hè, we kunnen dus ons hele dieet reduceren, calorie-restrictie. Maar we kunnen ook zeggen van nou, we gaan iets eten waar een bepaald aminozuur uitgehaald is. Nou... Dat soort diëten bestaan overigens al. U heeft vast wel eens van het hielprikje gehoord. Hè? Het hielprikje werd gedaan om fenylketonurie vast te stellen. Dat is een stofwisselingsziekte. En die kinderen die mochten geen fenylalanine hebben. Hè? Dat is een van die aminozuren. Hè? Want daar kreeg die was giftig. En dat gaat dan door tot de volwassen leeftijd en daarna is geen last meer. Dus als je dat vroeg vaststelt, dan kregen ze een dieet waar alles in zat behalve dat ene aminozuur. En dat bestaat al, die diëten. En we hebben ook andere stofwisselingsafwijkingen, waar dat we niet voor vanillarende geld, maar weer voor een andere aminozuur. Dus die dingen bestaan al. Hè? Maar dat zijn dan geen essentiële aminozuren, dat zijn aminozuren die we zelf kunnen maken. Dus die diëten zijn vrij makkelijk te maken. Wat je dan meestal doet, is dat je ze er eerst uithaalt en daarna weer alles bij doet, behalve die ene. En dat doen we bij onze muizen ook. Dus dan vergelijken we onze muizen. Die krijgen, en die aminozuurdepleties, die muizen mogen dus net zoveel eten als ze willen. Die worden dus wel ad libitum gevoed. Alleen hebben die dan 80% reductie van het ene aminozuur. Nou, dat lijkt me wat aangenaam. Ja, dat leek ons ook. Volgens mij is het altijd. Nee, maar daarom gingen wij dit ook proberen. Omdat we zeiden van dat is misschien bij zo'n cocaïnepatiëntje een werkzame therapie. Dat cocaïnepatiëntje is al zo ziek, die kan je ook nog niet eens een keer laten hongeren. Dat gaat gewoon niet. Ja. 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 Kunnen wij zelf reparatie-eiwitten injecteren? Dus deze patiëntjes zou je die ook niet gewoon kunnen helpen door dat reparatie-enzym terug te geven. Dat verschijnsel noemen ze gentherapie. En daar is heel veel over in de kranten geschreven. Dat zou allemaal fantastisch zijn. Dat begonnen we 15 jaar geleden, begonnen ze er al over. En dat is ontzettend tegengevallen. En dat blijkt omdat punt 1 het heel moeilijk is om dat gen precies te krijgen waar het hoort. En precies te krijgen in de cellen waar het moet wezen. Men is begonnen met het bloed. Patiënten die bijvoorbeeld een of andere erfelijke immuunafwijking hebben. Severe Combined Immune Deficiency, SCID. En we weten dat dat komt door de ene. En dan hebben we gezegd van weet je wat, dan pakken we zo'n stamcel uit het bloed. En dan gaan we die stamcel, die gaan we dan veranderen. En dan stoppen we een nieuw gen in en dan geven we die weer terug. En gaat het dan goed? Ja, dat gaat wel goed. Maar het probleem is, die stamcel is niet altijd actief. Want we hebben een aantal stamcellen in het lichaam. De ene stamcel die werkt een week of een paar maanden. En dan heeft hij geen zin meer. Gaat hij op vakantie en dan neemt de andere stamcel het over. Dus dat schiet niet op. Nou, het is bij de zenuwcellen helemaal moeilijk. Hoe krijg ik in godsnaam in al die cellen... Dat gen naar binnen. Dus het werkt gewoon niet. Het is prachtig bedacht. Maar het werkt niet. En het gaat ook niet werken. Misschien bij een paar zeldzame erfelijke afwijkingen. Maar bij deze patiënten zeker niet.
En ik ben ook altijd heel kwaad als er dan weer een of andere populaire onderzoeker komt die die ouders gaat voorspiegelen dat de gentherapie zo goed gaat. Dus ik ben altijd de eerste die aan de ouders vertelt van geloof ze niet. Want ja, als je zo'n kind hebt, dan wil je toch hoop hebben. Ik wil even terug naar een wat zonniger einde. Ik zat vanochtend lekker in het zonnetje. Maar nu ik jouw verhaal hoorde, maakte me toch wat zorgen. Ik heb het goed begrepen. Er zijn dus 150.000 beschadigingen per cel. Maar hoe lang duurt dat repareren eigenlijk in zo'n cel? Want je vertelde over die eiwitjes en die herkennen dat en die knippen dat en die plakken er weer een stukje in. Dat komt gaat goed. Binnen 24 uur zijn ze eruit. Binnen 24 uur wordt dat... Ja. Oké, maar dat zijn wel een hoop... herstelreparaties dan, ja, toch? Ja, maar het gebeurt foutloos. Oké. En dan kost dat niet veel energie dan? Qua eiwitjes? Dat is geen probleem. Nee, wat denkt u wat het verdubbelen van zo'n DNA-molecuul kost? Het kost helemaal een bak energie. En hier hoef je alleen maar een paar kleine stukjes. Dus dat stelt helemaal... Dus eigenlijk kan ik wel met een gerust hart in de zon zitten? Tot op zekere hoogte. Elke dame weet hier dat we niet alle schades repareren. Hè? En dat dus zonlicht wel degelijkheid verouderend werkt. Ja. Oké. Nee, we gaan stoppen, want mij mag het wel, maar. Nee, jij moet nog naar de trein. Ik moet nog naar huis. En we gaan afronden. U kunt zo nog even heel snel hem aanklampen. Dankjewel voor je mooie verhaal. Veroudering begint al op 7-jarige leeftijd in onze ogen. Nou, dat had ik me helemaal niet beseft van tevoren. 10 à 25.000 celreparaties per cel per dag. En dus nog veel meer als je in de zon gaat zitten. Je hebt mooi uitgelegd hoe dat werkt, zo'n DNA-reparatiemechanisme. Het syndroom van Cocaine is voorbijgekomen. En je hebt ontdekt, eigenlijk een hele belangrijke ontdekking van jouw groep, dat een hele snelle veroudering is. Dat heb je via die muis eigenlijk gezien. Dat is een hele belangrijke ontdekking. En wat ik heel mooi vond, veroudering is een slimme truc van de natuur om te overleven en langer te leven. Dus veroudering is heel nuttig. Dat is ook erg mooi. Nou, dieetrestrictie, dat kan misschien helpen. Daar zijn de meningen nog over verdeeld. Maar wat in ieder geval zou helpen, dat vond ik een heel mooi punt ook in je verhaal, is de maatschappelijke acceptatie van ouderdom. Daar ligt het grote knelpunt. Het ligt niet bij de ouderen. Ja. Dat worden we toch wel. Ja. Heel helder. Mag ik een groot applaus voor de professor?